Waterbeheer is heel erg belangrijk voor Nederland, want we leven voor een groot deel onder de zeespiegel. Het diepste punt van Amsterdam is namelijk gelegen 2 verdiepingen onder zeeniveau. Er moet dus aardig wat actie gezet worden om het water af te voeren naar zee. Daarvoor werkt Rijkswaterstaat samen met de waterschappen hard samen om dit voor elkaar te krijgen. Omdat waterbeheer nauw verbonden is met ruimtelijke ordening, is daar ook een belangrijke verbinding met de provincie. Waterbeheer is niet nieuw. We doen dat namelijk al 8 eeuwen in Nederland. Tegenwoordig kijken we ook samen 100 jaar vooruit, want er komen aardig wat uitdagingen op ons af. Om te beginnen hebben we te maken met klimaatverandering, waardoor we heftigere regenbuien te verwerken hebben. Ook komt er zeespiegelstijging van 1 meter is er nu voorspeld voor het eind van deze eeuw, waardoor het water afvoeren nog complexer wordt. Op ruimtelijk domein is de verwachting dat er in het jaar 2040 230.000 woningen bijgebouwd gaan worden in deze omgeving. En door die toename van asfalt en steen wordt de uitdaging voor het waterbeheer alleen maar groter. Aardig wat uitdagingen en we moeten nu onze mouwen opstropen om ervoor te zorgen dat we hier nog steeds met droge voeten kunnen blijven leven. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Dus kom naar We Make the City, zodat we samen kunnen gaan kijken wat we nu moeten gaan doen.